Er is geen schierderstee om te praten met de schrijver als tussen de bouwen. En daarvoor ben verdeelstreken bij Bouwhandel, Nieborg, Timmermans in Toornstroten. Want hier ben ook in de verkoop de bouwkjes, de grunnigers bouwkjes van Bert Uyl, ons windschoter. Eens even kijken of zijn neiste hier ook tussen staat. En hier staat in het vak Bert Uyl koffietiet, verholen in het grunnigs, Appie en Geeske Steinhuis. Tiet om te praten met de schrijver. Mooi Bert, zo spreekt mijn kanaal altijd aan, ja? Ja, mooi Bert. Ja. Toen ga staan, er is weer een bouwkje, dan moest er even langskomen. Ja, en een keer in het jaar of anderhalf jaar, dan komt hij weer aan doet. Ja, want het was even wat rustig, hè? Het zal nooit meer zo wezen, maar ik heb hier nou in hand koffietiet met Appie en Geeske Steinhuis, Dal Vive. Ja, het is niet appelschil, maar staan de schilders komt de rest van zo. Zo werkt dat, hè? Ja, maar ja, er zijn dus al verschillen voor dit dal was, maar doe eerst even tussen iets wat anders door. Ja, ik heb twee trillers geschreven en die ben gelukkig ook vertold. En die zitten over de hele wereld ben hij verkregen worden eigenlijk. Ja, dat is wel al bijzonder, hè? Van een grunnige schrijver die wereldwijd verkocht wordt. Ja, dat is ook overruimd. Ik heb ook ik dacht, daar geloof ik niks van. Maar ja, het blijkt toch zo'n woord te weten. En het dan ook oplogen? Was dan ook half wat dat door over tuinbaken? Hoor? Nee, het is allemaal in het Engels en het verschil dus in Rusland en in China en zo. Maar gewoon in het Engels, hè? En dan ligt het maar eind april, dan hoor ik dan van alle letters die verkocht ben. Ja. En als ik zo tussen die verrol zou ben, dan zitten er ook nog andere dingen van Maans en Grietje en Appie en Geeske. Ja, ze bent tot een ding gekomen dat ze ook dichten kunnen. En in het grondigste, hè? En dat is het allermooiste natuurlijk. Ja, en dat vlucht je zomaar aan. En dan denk je, goh, als mogelijk. En dan een gerichtje erbij, nog een erbij, en dan een coupletje. En nou ja, en zo komt het en het is ook kloor. Ja. Dus Appie en Geeske, die zijn er weer allemaal bij in die gedachten. Ja, ik ben zelfs ook weer met de volgende bezig. En ja, het is vat voor ons zitten, maar zit in zo'n bouw. En ik zit nu op de rij 20, dus ik schud weer mooi op. Nou is dit een bijzonder moment, want we hebben nou half al gehoord over Appie en Geeske, lezen over haar. Maar Appie en Geeske hebben nou ook een gezicht gekregen. Vertel. Ja, prachtig. Ik kwam Geeske van de week tegen, nee, spierpien, zei ze. Maar ze was aan het kegelen wist. Nou, dat klopt dan ook gewoon schier, want door hem jullie een film vermocht van een van de verholen van in het nee, bouw. En toen was die voor de eerste keer even dus echt Geeske en echt Appie zagen. Zo was ze werkelijk binnen. En ja, ik kon niet mooier. Geeske Steinhuis is al jarenlang lid van Vrouwen Kegelclub Langs de Kant. Niet alleen nog om te kegelen, maar meer voor de gezelligheid. En ja, natuurlijk drinken van haar verkoortje, zoals ook die woensdag hoort. Geeske was een fiets en ook kegelclub daarom. Normaal gaat uw vriendin Grietje altijd met, maar die had een verjaardag van zwoger. En er was dan nog altijd Appie, Geeske's man, die u met auto naar boven bracht. Maar dat kon voornamelijk ook weer nooit, omdat Appie nuig was bij Noorle Kameroot in Veendam. Door haar vrouw er altijd mee werkte op kartonfabriek en die ging nu ook met pensioen. Is dat nog Geeske? Best alleen nog? Ja, ik moet alleen nog op fietsen naar Roos. Appie en Grietje komen vanochtend nooit, dus er zit niks ergens op. Nou, ik zal nooit gaan naar die moest toe fietsen. Dus om alle dingen tegen. Je zou een Geeske wit wegtrekken. Stel die vuur dat er wat gebeurde onderwegs. Ze was je alleen nog. Ze kreeg nou al benauwd. Doen we dat. De pedal. Geeske het fietsen op parkeerplaats de Noorskegelbonden stond. Ze deed om van slut, deed het licht aan en stapte op fietsen. En op hetzelfde moment ging op meter of 10 achter de motor van de auto aan. En die had lampen die u bescheen. Het is ongeveer een kwartier rijden door Kegelclub. Naar Hoes en allemaal deur bleef de auto achter Geeske rijden op meter of 10 afstand. En al wat houdt deze chauffeur van de auto een groot licht aan. Geeske kreeg nog benauwder.
Wat deed die auto achter u? Waarom ging u er nooit voorbij? Wollen wat van u? Het zwaait brak u uit. En toen ze de arm op probeerde, zag ze lang nog maar de lichting van de auto. Waar ze ook langs reed, welke weg ze ook nam, auto bleef achter haar rijden. Afstand van Kegelborn en Roes en Geeske in de sneltrein voor aflicht. Ze stoof drift in en kwakte hun fietsen tegen muren. Ze grappelde in de tasken om sleutel van veel uren te pakken, maar kon die eerst niet vinden. Eindelijk had ze de sleutels, maar kon u de zenuwen sleutelgaat niet vinden. Ze prikte met de sleutel in de deuren. Ze smeerde deur open en reed om de dek op nachtslucht. Ze ging naar kamer, keek naar boeten en zag door de auto storm. Appie, had hij een auto zitten die achter de rij reed? Ze luidt nog voor deuren en jongen, door stond haar eigen Appie. Appie! Geeske, waarom heb je deze deuren niet open? Ik reed achter die aan en hij wilde dat hij weer overkwam in Dusten. Ja. En dan vertelde Appie en zijn Geeske dat we het uitlopen was in Veendam en dat het net op die bekegelbonde was om Geeske te begeleiden door Roes. Met alle gevolgen. Maar ze leefden nog lang en gelukkig.